Nina, heb je huiswerk op het VAVO? Nee, we hebben een groepsopdracht gedaan op school. Die is al af. Maar moet je daar niks doorlezen of zo? Nee, ik al gedaan. Graag even jullie boeken en schriften op de bank. En dan kom ik even kijken naar het huiswerk van vorige keer. De opdrachten 1 tot en met 7. En dan kom ik even bij je kijken in hoeverre dat goed is gegaan. Politiek. In de Griekse stadstaten werden de burgers bestuurd via een aantal verschillende politieke vormen. Zo, ik snap er echt helemaal niks van. Kan jij het me niet uitleggen? Ja hoor, ik begreep het al. Anders maak ik geschiedenis, doe jij economie. Ja, dat is ook goed. Hey Nina, heb je huiswerk op het VAVO? Je zit echt verschrikkelijk aan je smartphone vastgeplakt. Ja, maar ik ben bezig met mijn huiswerk. Met je op je telefoon? Laat hem eens zien. Aan de andere kant, die cultuur van die filosofen en dergelijke, ontstond er dus echt een Griekse beschaving. En die Griekse beschaving die breidde zich steeds verder uit. Hoe gaat dat dan verder in de klas? Ja, gewoon. Hey Nien, hey. Heb jij nog die les van geschiedenis voorbereid? Ja, ik heb die films bekeken. Ik vond ze wel duidelijk. Ik snapte er niet zoveel van. Nee? Nee, kijk ze wel even terug. Ja, dat is goed. We hebben nog wel de tijd. Ja, daarom. Ik doe even een kort Socrative testje met jullie. Dus als jullie even je smartphone pakken en daar even de app opstarten van Socrative, dan starten we daarmee. En jullie zien de eerste vraag voor, dus maak de toets even. Ik wil even dat Dana en ik wil uiteindelijk dat Michelle, Michiel, Mickey, jullie gaan aan de slag met op zoek naar de kern. Dus jullie moeten nog een aantal vragen daarvoor maken. En voor de overigen zie ik dat het allemaal redelijk goed is gegaan. Dus jullie gaan al door met het historisch denken. Ik wil nog even jullie wijzen op het huiswerk voor de volgende les. In de Padlet zien jullie voor de volgende les, paragraaf 2.4 en 2.5. Dus kijk de filmpjes. En dan volgende week gaan we opnieuw aan de slag met de Grieken. Je hebt zojuist een voorbeeld gezien van het concept Flip in the Classroom. Daarin krijgen de leerlingen de informatie die ik doorgaans normaal in de oude situatie frontaal aan hun gaf, nu in een filmpje. En vervolgens komen de leerlingen met de informatie uit het filmpje, komen ze naar school. Ik stel daar kort een aantal vragen om te kijken van wat voor informatie is blijven hangen. En daarna gaan we eigenlijk direct aan de slag met het verwerken van die informatie. Flip in the Classroom heeft voor mij als voordelen dat ik voorbereid de les inga. Ik weet waar de les over gaat en dat motiveer je ook meer. Daarnaast kan je hem kijken waar en wanneer je wilt. En hoe vaak, dat je hem terug kan spoelen als je iets niet begrijpt. Dat je daar aantekeningen bij kan maken en zo de lesstof beter begrijpt. Nou, we zijn hier op het Scalda, het college voor FAVO. En je hebt een voorbeeld gezien van een les met de HAVO-groep, HAVO-examen geschiedenis. En wij stoppen de bovenbouw, 2 jaar, stoppen wij in ongeveer 7 maanden. We hebben dus 7 maanden de tijd om de totale bovenbouw te verwerken. Dus eigenlijk komen wij chronisch tijd tekort. En we hebben besloten om het frontale deel van de les, daar waar je zaken in uitlegt, te plaatsen in een filmpje. En vervolgens dat als huiswerk op te geven en alle elementen die daarna komen, verwerken van de stof, analyseren van de stof en het intrainen van vaardigheden, dat doen we nu op school. En dan hebben we in dat opzicht het meeste toezicht op de progressie van een leerling. Op de HZ passen wij ook Flipping the Classroom toe. Zoals de les die ik zojuist heb gegeven. Studenten worden verwacht een filmpje te kijken. Een filmpje over interviewtechnieken. Ze moeten de theorie bestuderen. En daarmee gaan ze dan in de praktijk ook een interview afnemen. Dat alles nemen ze mee terug naar de HZ toe. En hebben we een plenaire discussie over dat onderwerp. En ontstaat er ook een uitwisseling met elkaar. Ik ben benieuwd hoe die interviews zijn gegaan, wat jullie eruit hebben gehaald.
Wie wilde beginnen? Savanne? Nou, ik heb een mevrouw van 72 jaar oud geïnterviewd. Ze woont ambulant, zelfstandig. Er zijn docenten die zelf filmpjes maken. Ik heb gemerkt dat dat wel heel tijdrovend is. Ik zie wel een heel belangrijk deel van de toekomst van het onderwijs is ook Flipping the Classroom. En daarmee hoop ik dat uitgeverijen zich ook steeds meer op dit terrein zullen gaan begeven. Het is mooi dat deze onderwijsvernieuwing niet uit Den Haag komt, maar uit de onderwijspraktijk zelf. Dus die Griekse filosofen hielden zich bezig met bijvoorbeeld de natuur. Nina, wil jij even voor mij een boodschap, hè? Oh nee hoor, dat is met haar huiswerk bezig, dat doe ik zo wel. Oh, oké. Okay. Deze productie liet zien hoe Zeeland Centraal het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vernieuwt. Studenten gaan meer aan de slag met digitale middelen. Binnen het HAVO-onderwijs van Skalda en de opleiding Social Work van de HZ zijn ervaringen opgedaan met studenten die eerst online informatie krijgen waar ze verder mee gaan in de klas. Dit maakt onderwijs op maat mogelijk.